Misschien herken je het wel. Je bent uitgenodigd voor een verjaardag en je weet dat er allemaal mensen komen die je niet kent. Het is op een locatie die je niet kent. En misschien is het ook nog wel een eind rijden. Ja, ik weet dat ik dan echt heel nerveus ben. Ik zal waarschijnlijk slecht slapen vooraf. Er gaan allemaal angstscenario's door me heen. Ik zal bang zijn om vermoeid te raken daar. Of misschien zelfs angstklachten ook te krijgen, paniek. Dus nee, dat is echt niet leuk. Ik ben Mariska en in deze video zal ik jullie tips geven hoe je met dit soort situaties kunt omgaan. En hoe je het onbekende wat minder beangstigend kunt maken. Dus laten we snel beginnen. Maak het onbekende wat bekender. Als je autisme hebt, dan is het onbekende vaak extra beangstigend. Want ja, we hebben al zo weinig controle over wat er allemaal in de wereld gebeurt. En als je een onbekende situatie hebt, bijvoorbeeld een verjaardag of een eerste werkdag, of misschien ga je voor het eerst naar een bepaald theater toe, ja, dan zijn er heel veel dingen waar je van tevoren druk over kunt maken. Bijvoorbeeld van hoe ziet het eruit, waar kan ik naar het toilet, hoeveel mensen komen er ook wel bekende mensen, wat als ik moe word, wat als ik ineens naar huis wil, nou, het kan ratelen in het hoofd, dat zal je ook wel herkennen. Waardoor eigenlijk iets wat een leuk uitje zou kunnen zijn, bij voorbaat gewoon al gedoemd is. Bij het onbekende zijn we ook wel geneigd om dingen bij voorbaat al in te vullen. Van ja, ik word hartstikke moe als ik daar ben. Ik weet zeker dat ik daar een paniekaanval krijg. Of nou ja, misschien denk je wel dat iemand jou gewoon al niet leuk vindt. Er zijn heel veel dingen die door, juist omdat het onbekend is, dat we dan dus gaan invullen om het toch maar bekend te maken. Maar ja, dat zijn meestal dus scenario's die ja, negatief zijn en juist meer angst opwekken. Het onbekende wat bekender maken zal niet altijd helemaal lukken. Maar vaak zijn er wel dingen die je vooraf kunt onderzoeken of navragen. Het kan heel helpend zijn om bijvoorbeeld vragen te stellen. Als je door iemand uitgenodigd bent op een verjaardag, dan zou je bijvoorbeeld al van tevoren kunnen vragen van, nou, hoeveel mensen komen er? Komen er mensen die ik ken? Ja, hoe ziet de locatie eruit? Ik heb ook wel gehad dat ik voor een gesprek bij de gemeente was uitgenodigd. Ik moest op gesprek komen, maar ik had echt geen idee wat er van mij verwacht werd. Of me misschien wel iets opgelegd kon worden. Ik heb echt weken in angst geleefd en slecht geslapen. Nou, mezelf helemaal gek gemaakt. Totdat ik op het idee kwam om maar op te bellen. Ik had echt zoiets van, ja, ik trek dit niet meer. Dus ik bel op om te vragen waar het gesprek over gaat. En toen bleek dus dat het gesprek eigenlijk alleen maar was om in kaart te brengen, ja, waar ik eigenlijk allemaal stond in het leven. Nou ja, wat mijn capaciteiten dan waren. Maar dat me in dat gesprek gewoon niks opgelegd zou worden. Dus ja, daar viel echt gewoon een gewicht van mijn schouders af. Waardoor ik met een stuk rustiger gevoel naar het gesprek kon gaan. Dus ja, die informatie was gewoon zo fijn. Het kan ook helpen om vooraf onderzoek te doen, bijvoorbeeld op internet. Ga je bijvoorbeeld naar een verjaardag op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een restaurant of iets, dan zou je vooraf kunnen kijken of de website van die gelegenheid foto's heeft, zodat je alvast weet hoe het eruit ziet. Ga je voor het eerst naar een bepaalde luchthaven, dan zijn er vaak op de website van de luchthaven plattegronden te vinden, waardoor je dus ook al kunt zien van oké, daar is de security, daar zijn de gates, daar zijn de winkeltjes, daar zijn de toiletten. Letten, heel belangrijk. En dat kan ook de angst vaak al wat verminderen, zodat je al een beetje een beeld krijgt van hoe het eruit ziet en wat je kunt verwachten. Wat ik ook wel eens doe, is vooraf op Street View iets bekijken. Als ik voor het eerst naar een bepaalde organisatie moet rijden, dan vind ik het soms wel lastig om precies te zien waar ik bijvoorbeeld kan parkeren of hoe het eruit ziet, hoe de wegen lopen. Nou ja, en een groot deel van Nederland is intussen wel bij Google in kaart gebracht via Street View. En dan kun je dus zeg maar digitaal door de straat wandelen. En dus al een beeld krijgen van hoe het iets eruit ziet. Of misschien wel waar de ingang zit. En dat heeft mij al meerdere keren gerust kunnen stellen. Maak je angst bespreekbaar. Het kan heel erg helpen om de angst bespreekbaar te maken. Stel dat je met iemand samen op vakantie gaat of al is het al gewoon een dagje ergens heen naar een stad of zo. Dan kan het echt wel helpen om vooraf je angsten met die persoon te bespreken. Ik merk zelf dat als ik de angst vooraf al bespreekbaar maak, dat ik samen met die persoon kan overleggen. En kan nadenken over hoe het uitje bijvoorbeeld wat behapbaarder kan worden. Vaak komt de ander ook met ideeën of stelt die persoon mij gerust. Zelf ben ik vaak bang dat bij zo'n uitje dat ik te weinig energie heb.
En door dit vooraf met de ander te bespreken, kun je ook samen tot manieren vinden om het misschien wat haalbaarder te maken of oplossingen te bedenken. Ik bereid de ander ook voor dat stel dat ik in één keer een huilen uitbarst omdat ik over mijn grenzen heen ben gegaan, wat dus al te laat is, dat die persoon er ook niet zo van schrikt. Mijn angsten uitspreken kan bij mij ook de druk heel erg verlichten. Dat kan ook zijn als je al daar bent. Stel dat ik in een pretpark ben met iemand en ik merk echt aan mezelf dat de eerste signalen opkomen. Dan kan ik al zeggen bijvoorbeeld van, hey, ik merk dat ik moe begin te worden. Of misschien wel angstig. Of nou ja, hoe dan ook. En dan kan ik ook bijvoorbeeld al meteen aangeven van, vind je het goed dat ik even hier op het bankje ga zitten terwijl jij in een attractie gaat? Of misschien dat die ander dan ook wel zegt van, oh ja, misschien is het ook wel goed om even ergens uit te rusten of iets te gaan eten. Dus dan kan je zeg maar samen kijken hoe je hiermee omgaat. Je angst bespreken kan natuurlijk ook met iemand anders. Misschien heb je wel een coach of begeleider. Dan kan het ook helpen om iets vooraf door te nemen en te gaan kijken van, ja, waar ligt nou precies je angst? Wat zou je kunnen doen? En het kan sowieso wel fijn zijn om te ventileren, waardoor de druk zeg maar wat omlaag gaat. Maak de situatie haalbaar. Je kunt angstgedachten heel erg verminderen door een situatie haalbaar voor je te maken. Zelf heb ik een keer gehad dat ik naar een vrijgezellenfeest zou gaan. En ik zag er eigenlijk als een berg tegenop van tevoren. Allereerst omdat de activiteit nog onbekend was. En ik was heel erg bang dat de activiteit gewoon ook al te zwaar voor me zou zijn. En ik heb zelf het haalbaar gemaakt door eigenlijk al vanaf het begin af aan in de groepsapp aan te geven dat ik een beperkte energie heb. Last heb van prikkels. Uiteindelijk ook gewoon gezegd dat ik autisme heb. Wat ik best heel erg moeilijk vond. Maar hierdoor werd er dus ook rekening met mij gehouden. En uiteindelijk werd er dan ook een activiteit gekozen die zeg maar op een plek in het land was die voor iedereen te bereizen was. Want eigenlijk zou het helemaal aan de andere kant van het land plaatsvinden. Nou, dan was het voor mij alleen al het reizen gewoon slopend geweest. En nu werd er een locatie gevonden die voor mij op een uur rijden was. Waardoor dat in elk geval al beter was. Dus ik was heel erg blij dat er rekening mee gehouden werd. Ja, verder heb ik het ook heel erg afgebakend door te zeggen van, nou, ik ga alleen naar de activiteit zelf. Want er was eigenlijk een heel programma. Er was dus de activiteit. Er was ook nog dat ze daarna terug zouden gaan naar de andere kant van het land. En daar zou dan nog een drankje worden gedaan, nog een workshop, daarna nog eten, uitgaan. Nou, echt de hele dag. En ja, ik wist al van tevoren dat dat kan ik gewoon niet volhouden. Dat wordt dan gewoon huilen op den duur. Dus ik heb het afgebakend en gezegd van, nou, voor mij is alleen de activiteit haalbaar. En dat was dan wel een sportieve activiteit op een activiteitenterrein waar je dan bijvoorbeeld gaat quadrijden, bepaalde fysieke spelletjes zou gaan doen. En dat vond ik ook nog wel spannend op zich. Maar ook dat heb ik, ik heb daar dus ook een oplossing voor gevonden door vooraf te zeggen van, nou, ik vind het heel gezellig om erbij te zijn. Maar het kan zijn dat ik niet aan alles mee kan doen. En toen was er ook eigenlijk iemand anders in de app die zei van, ja, ik heb ook fysieke beperkingen. Dus ik kan ook niet aan alles meedoen, waardoor ik dacht van, ach, gelukkig, iemand anders spreekt het ook uit. En achteraf is het dus een hele leuke dag geweest. Ondanks dat ik heel veel angst vooraf had, heb ik het echt naar mijn zin gehad. Als je iets wil afbaken, is het ook goed om dat dus met anderen te communiceren, zodat ze voorbereid zijn. Stel dat je naar een verjaardag gaat en denkt van, ja, voor mij is een uurtje eigenlijk maximaal. Dan kan het heel erg helpen om de persoon die je heeft uitgenodigd dit vooraf te vertellen. Dat je het heel erg leuk vindt om te komen, maar dat voor jou waarschijnlijk een uurtje maximaal is en dat je daarna ook weer zult gaan. Mocht het zo bevallen dat je langer blijft, ja, dan zal die ander alleen maar blij zijn. Wat ik ook wel vaak doe is bijvoorbeeld een autorit opdelen als je ergens naartoe gaat. Ja, voor mij is autorijden best wel vermoeiend. En als ik met iemand ga die ook kan autorijden, dan stel ik voor om de rit op te delen. Of dat ik bijvoorbeeld heen rij en de ander terug. Zodat ik weet dat als we teruggaan dat ik niet meer op de weg hoef te concentreren en een beetje kan bijkomen. Er zijn situaties waarbij de eerdere tips weinig kunnen helpen. Misschien ken je de omgeving al, misschien ga je naar de tandarts voor een bepaalde behandeling en dan zie je er verschrikkelijk tegenop. Ja, ik kan echt wel bekend zijn bij de praktijk en de tandarts,
Maar als je er zo angstig voor bent, ja, dan helpt dat gewoon niet zo erg. Het enige wat je in deze situatie eigenlijk kunt doen, is de angst proberen te verlichten. En zelf doe ik dat bijvoorbeeld door heel veel afleiding te zoeken. En het moet dan wel afleiding zijn die nog een beetje behapbaar is. Voor mij moet het niet te ingewikkeld zijn. Het kan dus zijn dat ik dan het huis helemaal ga schoonmaken. Dan ben ik wel gewoon fysiek, zeg maar, bezig. En ja, dan, ik merk gewoon dat de angst bij mij dan wel wat kan zakken. Dat het in elk geval op een behapbaar niveau is. Het kan ook helpen om bijvoorbeeld te gaan bewegen, wandelen of juist een iets actievere sport als je dat fijn vindt. En als je, zeg maar, fysiek in beweging bent, zorgt dat ook voor, ja, ontspannende stofjes in je lijf. En ja, dat zal dus ook zorgen dat je iets minder angstig bent. En ik ben ook nog wel eens op de fiets naar de tandarts gegaan, omdat ik dan, nou ja, merkte dat ik iets rustiger aankwam. Het kan in zo'n situatie ook helpen om iets kalmerends in te nemen. Je zou bijvoorbeeld kamillethee kunnen drinken, valeriaan kunnen nemen of iets anders, een ander natuurlijk middeltje. En als je het fijn vindt, kun je natuurlijk ook naar de echte middeltjes grijpen, bijvoorbeeld naar oxazepam. Ja, dat kan ook heel erg zorgen dat je, nou ja, in elk geval wat meer ontspant. En dat kan dan ook weer zorgen dat je van tevoren iets rustiger bent, omdat je weet dat je, nou ja, door het middel ontspannender zult zijn. Als je het heel erg fijn vindt om iemand mee te nemen, kan dat ook helpen, zodat je het niet alleen voor staat. Stel dat je naar het ziekenhuis moet voor iets, ja, ik zou dan echt iemand mee moeten nemen. Ik ben echt panisch voor, nou ja, medische dingen en zo. Dus ja, dan heb je ook dat iemand je een beetje kan afleiden. Je weet dat er gewoon iemand bij is, mocht er iets gebeuren. Dat kan dus heel erg geruststellend werken. Ik weet dat dit niet bij iedereen ja, helpt of past. Maar je zou eventueel ook een meditatie of mindfulness oefening kunnen doen. Zelf heb ik veel baat bij EFT. En EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. En dat is eigenlijk een soort tappen over bepaalde, nou ja, punten op je lijf. Je kunt daar wel wat iets over lezen op internet als je dat interessant vindt. En eigenlijk kan het gewoon zorgen dat bepaalde spanningen en gedachten die je hebt, dat die geneutraliseerd worden. Eigenlijk een beetje zoals EMDR. Ja, ik heb dat wel geregeld gebruikt bij angstige situaties, waardoor ik toch wat rustiger werd. Ten slotte zou je ook kunnen proberen om de angst er te laten zijn. En dat is ook iets wat niet voor iedereen weggelegd is. Eigenlijk heeft het vooral te maken met het accepteren van de angst. En ik ben daar zelf ook best wel mee aan het oefenen. Dat als ik echt heel erg angstig ben, dat ik me eigenlijk niet ga verzetten. Dat ik ja, het nare gevoel wat ik dan in mijn lijf heb, er toch, ja, laat zijn. Dat ik denk, oké, ik ben angstig, ik mag angstig zijn. Ik mag me rot voelen, ik mag huilen, wat dan ook. En daardoor stop ik dus met mij er tegen te verzetten. Want ja, eigenlijk als je je verzet, is er een soort van gevecht gaande. En het kan zelfs de angst erger maken. En als ik te laat zijn, dan krijg ik toch een soort vrede met de situatie. En ja, dat kan mij helpen in elk geval. Wat ik ook nog wel eens doe, is denken aan het moment nadat, nou ja, iets naars is gebeurd. Dus het moment na de tandartsbehandeling. Dat ik denk van, nou weet je, als ik straks klaar ben, dan ga ik lekker naar huis. En dan ga ik lekker op de bank liggen, iets leuks doen. Nou ja, als het iets anders is dan de tandarts, denk ik wel eens van, nou, ik mag mezelf daarna trakteren op iets lekkers. Dat je jezelf eigenlijk een beetje beloont omdat je iets naars hebt gedaan. Het laatste punt wat ik heb is de angst aangaan. En ja, ik weet dat dat echt ontzettend moeilijk kan zijn. En ook niet ja, iedereen lukt. Maar dat is toch bepaalde angsten aangaan. Stel dat je denkt van, ik wil graag een keer naar een autisme lotgenotengroep, fysieke bijeenkomst met andere mensen die ik niet ken. Ja, het kan echt een drempel zijn, maar het kan ook heel erg helpend zijn en heel fijn zijn. En ja, ik ben ook wel zoiets gewoon aangegaan, dat ik denk van, oké, ik moet er doorheen, ik moet de drempel over. Maar ik weet gewoon dat als ik daar eenmaal een keer geweest ben, dat het de volgende keer ja, makkelijker zal gaan. Vermijdingsgedrag is ook iets wat angst heel erg kan laten toenemen. Niet voor niks is er ook bijvoorbeeld exposure therapie wat gebruikt kan worden voor bepaalde angststoornissen. Dat je toch vaak in stapjes de angst aangaat. Want ja, ook hierbij geldt weer, angst is heel vaak voor het onbekende. Dat je niet weet wat er gaat gebeuren. En als je angst aangaat, dan kun je hem dus ook overwinnen. Doordat je, ja, langzamerhand toch wat meer vertrouwen leert opbouwen. En ook leert omgaan met wat er allemaal kan gebeuren. En dat uiteindelijk, ja, dat je angst dus ook, ja, kunt overwinnen.
En als dat lukt, ja, dan kan je gewoon zo trots op jezelf zijn. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben en hopelijk wat beter om kunnen gaan met onbekende situaties en angst. Mocht je zelf tips hebben, dan deel die gerust onder deze video. En je mag ook altijd vragen stellen uiteraard. Mocht je in de toekomst geen nieuwe video's willen missen, dan kun je je abonneren op dit kanaal. En dan hoop ik je weer de volgende keer te zien. Dag!